Weer naar een nieuw verhaal. Ja, waar gaan we over dansen vandaag? Het ziet er in ieder geval heel gezellig uit, want wij hebben het heel mooi versierd hier, hè? Allemaal slingers en mooie kleuren. Maar eerst gaan we beginnen met de muis, want die is er natuurlijk ook weer bij vandaag. De muis ziet er ook heel mooi uit. We zingen eerst samen het liedje. Zingen jullie met me mee? Piep, 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 piep. Hoor je het muisje niet? Als je het muisje horen wil, wees dan stil. Even luisteren. Hoor je muis? Wat zegt de muis? Piep, 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 piep. Heel goed. Zing hem nog een keer. Piep, 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 piep. Hoor je het muisje niet? Als je het muisje horen wil, wees dan stil. Even luisteren. Piep, 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 piep. Hé, ik hoor een muisje. Heel goed. Volgens mij hoor ik daar ook een paar muisjes. Heel goed. Nou, muis, kom er maar bij. Wil jij muis pakken? En wat heeft muis op haar hoofd? Het is een kroon. Muis lijkt wel een prinses. En zal ik je eens wat vertellen? De koning is jarig. En daarom is het feest. En de koning van Nederland, Willem-Alexander, die vindt ook zijn verjaardag. En daarom gaan wij er ook over dansen. En muis wil heel graag iedereen even gedag zeggen. Hallo, 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 wat leuk om jou te zien. Hallo, en wie ben jij? Dag Mere, wat leuk dat jij er bent. Oh, wat een dikke knuffel krijgt muis van jou. Dank je wel. Hallo, en wie ben jij? Hallo, wat leuk dat je meekijkt. Coco. Gezellig dat je meedoet vandaag. Muis gaat naar jou zwaaien. Zwaai je terug? Hallo. We beginnen met onze lijntje dans. Die kunnen we vast al heel erg goed. En daarom gaan we eerst ons huisje maken. Voetjes dicht. En dan pakken we onze sleutel weer. En dan doen we deurtje open. Hoppatee. Goed zo. En hoeveel raampjes gaan we maken vandaag? 1, 2, 3. Drie raampjes? Dan maken we drie hele grote raampjes. Tellen jullie mee? 1, 2, 3. Heel goed. Ik ga de muziek aan doen. Dans maar met me mee. Smiddags vraagt Nijntje, zegt tante Trein. Wil je vandaag onze dansjuffrouw zijn? En tante zegt goed, ik doe het graag voor. Maar let heel goed op, want het is best moeilijk hoor. Twee pasjes naar voren en één pasje terug. Draai nu een rondje met een hand op je rug. Doe je armen omhoog en maak ze mooi rond. Klap in je handen, stamp op de grond. Wie echt mooi wil dansen, die blijft in de maat. De piano vertelt je precies hoe dat gaat. Van 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, stop. Je moet heel goed tellen, dus let maar goed op. Twee pasjes naar voren en één pasje terug. Draai nu een rondje met een hand op je rug. Doe je armen omhoog en maak ze mooi rond. Klap in je handen, stamp op de grond. Ze samen met Nijn. Wat is het toch leuk om ballerina te zijn. Draaien en draaien en draaien en bom. Oh, wat gebeurt er? Nijntje valt om. Twee pasjes naar voren en één pasje terug. Draai nu een rondje met een hand op je rug. Doe je armen omhoog en maak ze mooi rond. Klap in je handen, stamp op de grond. Twee pasjes naar voren en één pasje terug. Draai nu een rondje met een hand op je rug.
eindigen met het liedje van Kinderen voor Kinderen, de Koningsspelen medley. Dus dans maar lekker met me mee en dan warmen we op. Op die bloemenheuvel staat een prachtig paleis. Luister, er klinkt muziek en vrolijk gelach. Want vandaag is een bijzondere dag. De koning is jarig en daarom is er feest. Het is in lange tijd niet zo gezellig geweest. Tussen al die feestgasten, muziek en lekkernij staat een klein prinsesje. Maar ze is helemaal niet blij. Ze heeft nog geen cadeau kunnen bedenken. Want een koning die alles al heeft, wat moet ze die nou schenken? Opeens heeft ze een idee. Ze stapt in haar koets en haar paard gaat in galop. Daar gaat ze, richting de bakker, de heuvel op. En samen met de bakker gaat ze aan de slag. En met een mooi versierd zakje in haar hand, zegt ze de koekenbakker weer gedag. Terug op het feest is de koning blij verrast. Wat is dit voor lekkers, zegt hij dol enthousiast. De prinses voelt zich trots, haar koek is een succes. En de koning roept, jij bent een superprinses. Dank je wel voor deze heerlijke koek. Die komt in mijn favoriete receptenboek. Hebben jullie dat ook gezien? En dan is feest in het kasteel, want de koning is jarig. En wij gaan daarover dansen. We trekken onze mooiste kleren aan om naar het feest van de koning te gaan. Heb jij ook mooie feestkleren thuis? Trek ze maar gauw aan,
want dan kunnen we samen naar het feest toe gaan. Nou, voordat we naar het feest gaan, moeten we ons natuurlijk mooi aankleden. En als de prinses wakker wordt, dan gebeurt er iets bijzonders. Want als we zo in het rond draaien, misschien komt daar wel dan de mooiste feestjurk tevoorschijn en de mooiste feestkleren. Let maar eens op. Zullen we gaan beginnen? Doe maar met me mee. We beginnen in de prinsessenkamer, slapend op ons bed. En als we wakker worden, kan het feest beginnen. Maar wat ziet de prinses? Iedereen heeft cadeaus meegenomen en het prinsesje wordt een beetje verdrietig. Want ze is een cadeautje vergeten voor de koning. En wat moet je nou een koning geven die alles al heeft? Dus ze heeft een idee. Even nadenken. Ja, ze heeft een idee. Wij kunnen ook zelf iets maken, hè? Misschien wel met onze toverstaf. Maar als de koning alles al heeft, dan kunnen we misschien wel iets zelf maken. Is dat een goed idee? De koning is dol op lekkere koekjes. Ik heb hem. Oh, jij hebt al een heerlijk taartje. Maar misschien kunnen wij zelf samen wel koekjes bakken voor de koning. Echte? Ja, met hele lekkere dingetjes erin. En dan gaan we naar de bakker en die gaat ons helpen. Wij gaan naar de bakker toe, dus we gaan snel in onze koets, pakken het paard en die brengt ons heuvel op en heuvel af. Prinses, ben je klaar om in onze koets te stappen? Ja! Dan gaan we samen in galop. En luister maar naar het liedje wanneer we langzaam de heuvel opgaan en heel snel de heuvel weer af. Ga je die met me mee? Thank you.
Meneer de Bakker, wilt u ons helpen om de lekkerste koekjes te maken voor de koning? Dat wil hij wel hoor. Nou, wat hebben we allemaal nodig? Oh, de bakker heeft al heerlijke cakejes gemaakt. Maar wij gaan voor de koekjes. We hebben voor de koekjes meel nodig. We hebben suiker nodig. En wat boter. En een geheim receptje. Hier zitten ook sinaasappel in. Oh, kijk eens, heerlijke sinaasappels. Die gaan ook in de koekjes. Dan gaan ze heerlijk smaken en worden ze ook een beetje oranje. Dat is wel mooi. Nou, wij gaan alle ingrediënten in de bak doen. En dan gaan we roeren in de bak. En kneden. En alles plat maken. En dan maken wij de heerlijkste koekjes. Doe maar met me mee. Dan gaan we samen bakken. Ruikt al heerlijk. Ze zijn nog een beetje hete koekjes. Maar ze zijn wel lekker warm. En ze ruiken zo lekker. Wat zal de koning daar blij mee zijn? Dus we stappen weer in onze koets. En de paardjes brengen ons naar de koning. En weet u nog wat de koning zei toen hij ze had geproefd? Toen zei hij, heerlijk, wat een lekkere koekjes. Dit zijn mijn lievelingskoekjes. En hij zei toen, jij bent een superprinses. En jij bent ook een superprinses of een superprins. En daar kunnen wij ook een dansje mee doen. Dan hebben we toverstafjes nodig. Kijk eens. Heb jij hem ook mee? Oh, en een muisje ook. Oh, muis krijgt ook een toverstaf. Dus als je er een hebt thuis, pak er maar eentje. Want dan zijn wij superprins en een superprinses. En die kunnen vliegen. En dan zingen we straks superprinses. En dan gaan we vliegen, 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 vliegen. Ja, dans maar met me mee, superprins en superprinsessen.
prinsessen en alle koningen en de prinsen zijn zo moe van het prachtige feest dat het tijd is om alweer te gaan slapen en uit te rusten. Kroontjes kunnen af en dan gaan we ons eerst even wassen. Luister maar en doe maar met me mee en dan rusten we samen uit. Geef dan even een duimpje omhoog hier onderin. Of abonneer je op dit kanaal, dan blijf je op de hoogte als er weer een nieuwe video online komt. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Nou, tot de volgende keer. Dag!